Nou, het is nog ongeveer 5 minuten voor de start van de omloop van Midden-Brabant. Het is een beetje veranderd parcours. Het zijn nu 10 omloopjes geworden in plaats van een grote lus. Maar wel met kasseitjes erin. En het peloton staat daar al klaar en ja, ik moet me ook maar eens gaan melden. Ik heb er een heel goed gevoel over. Ik wil vandaag eindelijk eens voor een goede uitslag gaan, dus hopelijk lukt dat. Nou, ik denk dat ik iets van 15e ben geworden. Er was een kopgroep die door Team Peels ja, nagenoeg werd teruggepakt. Dus het leek op een massasprint uit te lopen. Maar die kopgroep die bleef vlak voor het peloton uit. Ja, dat had ik liever vorige week bij de glazen stad gehad. Toen werden we 500 meter voor de streep teruggepakt. Maar nu hebben ze het net gered. En Sander Ooslander van Team De Rijken, die kon de jump nog maken. Die ging erop en erover. Die heeft gewonnen. Heel knap. Want ik weet dat hij niet helemaal in orde is met zijn verkoudheid. Maar ik denk dat ik iets rond de 15e plek ben geëindigd. En ik ben redelijk tevreden. Het was een beetje een tamme koers. Net te weinig wind. Maar ja, ook weer iets te weinig gedronken. Dus maar ja, allemaal al best tevreden. Ja. Hier sta je bij de winnaar, een echte tijdrijder, een diesel, Sander Ooslander. Hij was nog een beetje ziek, maar nu ben je toch weer helemaal in orde. Ja, dat was wel te merken. Vorige week nog een beetje last van de verkoudheid, de slijmende. Maar vandaag waren de benen weer zoals ik ook verwacht had. Ik had heel veel vertrouwen deze week op training. En, ja, het is niet voor niks geweest. En je bent er gewoon erop en erover geklapt. Ja, ik heb heel even aangesloten. En bij de bocht naar links ging ik bij Bart in zijn wiel. En ik wist dat Jack in mijn wiel zat. Ja. Ja, dus op het moment dat Bart aangaf om over te nemen, klapte ik weg. Ja, dan zit er niemand in je wiel. En dan moet dat gat even hebben. En dan, dat gat was het. Dat was dus mijn plan, maar dan moet je wel goed zijn natuurlijk, hè? Ja, je zat goed. Dus ik reed er nog voorbij vlak voordat ik ging. Je zat te horen. Hij gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel, Fabio. Nou, en dan de nummer 2, Bart van Haren. Blij? De meest ondankbare plek, hè? Ja, hij is kloten. Zat je nou in de kopgroep of ben je er naartoe gereden? Nee, ik reed naar de kopgroep toe, maar meteen al vanaf het begin. Oké. Okay. Dus dat was wel een gaatje wat ik moest dichtdraaien, maar ja. Voor de rest had ik wel wat tijd in de kopgroep. Oké. Okay. Ja. Dus je was redelijk afgedraaid. Ik heb niet gemist in het peloton. Nou ja, ik wist dat er iemand van jullie bij zat, maar ik wist niet wie. Ja. Ja. En dan komt er toch nog eentje over je heen. Ja. Balen. Groot, hè? Ja. Maar ik zei al, als ik het iemand gun, dan is het Sander wel. Ja. Vorig jaar bij hem in de ploeg gezeten, maar... Ja, een hardrijder, hè? Ja, ik kan me verschrikkelijk hard rijden. Ja, ja, ja. Maar je wint hem liefst zelf. Ja, ja. Volgende week in Frankrijk kunnen we het weer samen doen. Oh, je bent ook een lawaai, Cher. Ja. Kijk, dat is leuk. Ja. Oude jongens krentenbrood. Gaan we weer bloemen verdienen. Dan de nummer 3, Pim de Beer, de hele dag ook in de kopgroep. Ja, klopt. Ja, eigenlijk goed. De hele dag al goed. Behalve de eerste kilometer ging ik al gruwelijk onderuit met z'n allen. Oh ja, daar lag ik zeg maar net niet bij. Net niet bij, daar heb ik het gedaan. Ja. Maar je realiseert je dat jouw hele ploeg achter jullie aangereden? Ja, dat wist ik. En dat geeft helemaal niks. Want dan hoef ik minder te doen. En dat is niet mijn stil. Maar ja, dan doe ik dat maar. Doe ik maar rustig aan. En dan... Ja, misschien hopen dat ik dan toch het meeste over heb. Dus je hebt beurtjes over kunnen slaan? Ik heb beurtjes over moeten slaan, want ja, ik vind dat toch heb ik er moeite mee. Maar ja, moet dat waren de stallenorders of zo? Dat waren de stallenorders, ja. Zo werkt het in het echte wielrennen, want dit zijn professionals, hè. Professionals B, Continental jongens. Achter mij worden hele harde noten gekraakt bij Cycling Team Jo Peels. Die hadden de koers natuurlijk vandaag moeten winnen. Hadden Pim de Beer in de kopgroep. Uiteindelijk hebben ze het gat zelf dichtgereden. En zou Joriem Arissen wel eventjes de sprint winnen. Maar ja, ze hadden niet rekening gehouden met de sterke Sander Ooslander die het jumpje maakte. Dus uiteindelijk grepen ze nog naast de winst. Dus de tactiek wordt natuurlijk voluit besproken nu. Er zijn een hoop ploegleiders die niet helemaal begrepen hebben hoe Peels dat vandaag gedaan heeft. Ik heb eerlijk gezegd geen mening over.
was er heel erg blij mee dat ze het gat dichtreden. Want dat zorgde ervoor dat er natuurlijk weer nieuwe kansen kwamen. Maar zo gaat dat dus bij echte ploegen. Ik sta hier met Sjaak van Hooft, de ploegleider, of een van de ploegleiders bij Cycling Team Joop Piels. Ik had net al een beetje gezegd, jullie hebben natuurlijk vandaag een dubbel gevoel waarschijnlijk over de koers. Nou, ik denk dat er meer dan gezeten. Ja. Op een gegeven moment, eerst is de kopgroep geweest, hadden we Maudie Slammering bij zitten. Die mannen worden teruggepakt en er rijden er 5 mannen weg. Daar zit Punt Weer bij. Daar komt er eens eentje, komt Bart van Haren overgestoken. Vind ik dat er iemand van de ploeg bij moest zitten om mee te gaan in de slipstream. Daar hadden in een overtal gezeten. Dat is altijd in de finale heel belangrijk. Dat is niet gebeurd. Op een gegeven moment komen er nog 2 renners achter, die komen nog 40 seconden. Marco Bruijs en die Kooijman. En daar zit de peloton op 2 minuten 40. En dan heb ik alleen Pim de Beer op 8 renners. Ja. En dan is de keuze die gemaakt. En wij gewoon voor de overwinning. En weten dat Pim niet rap is. Dan zeg ik, ja, Pim die gaat zuinig meerijden. En aan de achterkant die mannen gewoon op kop gezet in de koers. Ja. Alleen ik, Pim is suggretig. En ik heb er best begrip voor. Die gaat in de finale, dan denk ik, wat ik geconstateerd heb, dat hij toch wat te veel doet. Of zich die positie op het dringen door anderen. Want op het moment dat er een gat valt in die groep, in die eerste groep. Dat dan een Bart van Haren tegen Pim roept, Pim, ja, hup, rijden. En dan gaat Pim rijden, dan moet Pim lekker blijven zitten, want die jongens van ons zullen achter mij rijden. Dat hoef ik jou niet te vertellen, Flavio, ook even dat het koers werkt. En het is niet iemand met de beste benen wint altijd, je moet ook een beetje met verstand koers. En durf te pokeren en durf te gokken. En ook weten wat er speelt. En als jij zo lang al weg zit, dan weet je ook wie de betere renners zijn. En dat was zelf ver, vond ik een van de beste, samen met Bart van Haren. Maar ja, hij heeft gewoon, vind ik, te veel gedaan. En dan wil ik niet zeggen dat je lachjes mee moet rijden, maar er is ook een stuk tactiek bij komt kijken. En dan moet je ook proberen als je de koers rijdt om het maximale eruit te halen. Want dan krijg je toch, net zoals ik zeg, voor SS continentaal team in die nationale koers voor de winst. Strenge ploegleider, hè? Nou, streng. Je mag wel wat verwachten van die jongens. Ze zitten niet voor niks in deze hoop ploegen.